We komen vandaag vanuit Leeuwarden en hier ook veel bewolking, maar wel een warme dag. Vanavond is het ook nog warm en heeft het weer een zwoel karakter. Met vanuit het zuidwesten een toenemende kans op stevige regen- en onweersbuien. Vannacht stevige regen- en onweersbuien met plaatselijk veel regen. Kans op wateroverlast, soms hagel en kans op windstoten. Temperaturen tussen de 15 en de 17 graden en de wind uit zuidelijke richtingen is zwak of matig. Morgen wordt een dag met veel bewolking. De zon heeft het moeilijk en de buien bepalen het weerbeeld. Er kunnen nog stevige buien bij zijn met kans op veel regen, hagel en onweer. Morgenmiddag meer droge periode. De temperaturen komen morgen niet veel hoger uit dan tussen de 20 en de 22 graden. De wind is zwak of matig en komt uit verschillende richtingen. Meest west tot noordwest. In de kustgebieden is de wind vrij krachtig. Morgenavond eerst nog buien, later een overgang naar droog weer. Maandag wordt een leuke zomerdag met veel zon en droog weer. Met 21 tot 23 graden wordt het een warme dag. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig tot vrij krachtig. In de avond de zon erbij en nog even buiten zitten. We gaan vooruitkijken. Op dinsdag veel zon en temperaturen rond de 22 of de 23 graden. Met een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten zal het met de zon erbij warmer aanvoelen. Woensdag wordt een dag met afwisselend zon en bewolking. Maar het blijft wel droog met temperaturen rond de 21 graden. Donderdag volgt met vooral in het oostelijke deel van ons land kans op een bui. De zon is erbij en overdag 20 graden. Voor nu een waarschuwing voor het verkeer en de watersport. Hou rekening met stevige buien. Door veel regen, matig zicht, kans op windstoten en onweer. Morgen meer over het weer voor de komende week. Ik wens iedereen een fijne avond en op morgen.